goedemorgen. Ik weet niet hoe het kan, want ik heb vrij lang geslapen, maar ik ben zo moe. Unbelievable. Ik ga vannacht ook echt heerlijk slapen in het vliegtuig. Dat weet ik nu al. Ik ga nu lekker even ontbijten en een video opnemen. When I was five, I had three girlfriends in preschool. I was so cool, I was the man. I never gave a... Wow, dat ging zo ongelooflijk snel. Soms ben ik gewoon verbaasd over hoe snel je bepaalde video's kan opnemen. Editing is een heel ander verhaal, maar het opnemen gaat soms heel snel. Chill! Nu nog even al deze rotzooi opruimen die ik ervan heb gemaakt. Ik moet sowieso inpakken, dus maakt niet uit. Het is 12 uur en ik ben blij om te zeggen dat ik geen eens moeite heb hoeven doen om op tijd uit te checken. Verder was ik van plan om naar de Grand Palace te gaan, wat echt een massie is. Alleen heb ik te veel geld uitgegeven en heb ik niet genoeg meer voor de entry fee. En ik heb ook geen zin meer om te pinnen, aangezien ik straks over een paar uurtjes vertrek. Mocht je teleurgesteld zijn, dat is niet de belangrijkste culturele activiteit die we vandaag gaan doen. Er is nog iets veel belangrijkers. Alles eten wat je straks niet meer in Nederland kan eten. Daarmee staan hopelijk pannenkoeken op het menu, mango en sticky rice, papaya salade. Ik weet niet, ik ga even heel Bangkok leeg eten. Basically alles wat ik hier in de buurt kan vinden, wat Thais is. Even een lychee shake terwijl ik zoek naar een restaurant waar ik wat kan eten. Ik heb zo honger, maar ik kan even niks goeds vinden. Dus dit even als snelle oplossing. Ik heb maar gewoon weer een papaya salade gescoord, want ik kan niks anders vinden en ik heb zo honger. Ik ben een beetje moe en ik zag net wel een goede deal voor een voetmassage. En aangezien dat ook heel Thais is, ga ik dat nu nog eventjes doen. Oh, het was zo nice. Zo nice. Ik had bijna een uur erbij geboekt, maar ze zeiden al van nee, is misschien een beetje te heftig voor je lichaam, bla bla. Amazing. Oké, ik heb mango en sticky rice gezien. Dat is de volgende missie. Oh yeah, ik heb de mango en sticky rice gescoord. Ik heb de groene mango gescoord. Helaas zonder spicy saus deze keer. Ik heb nog een passiefruit shake gehaald. En ik ga nu even werken. Ja, werken. Werken wordt niet veel beter dan dit, toch? Meatballs. Ik heb maar weer een papaya salade genomen, hoor. Ik kan hier geen enkele menukaart lezen. Dit is de foodmarkt bij mij in de buurt. Super leuk om hier weer even rond te lopen. Maar ik heb gewoon geen tijd meer om iets bijzonders te zoeken. Dus heel even makkelijk doen en dan op naar het vliegveld. Oké, ik ben ongekleed. Het terugreisfeest gaat beginnen. Dit is mijn travel outfit. Ik heb een lange broek aan, want in het vliegtuig kan het nog wel eens heel koud zijn. En ja, mijn Nike's natuurlijk. Hier omheen heb ik een vliesvest omgebonden. Want het is nu veel te warm om die aan te trekken. Maar ik moet hem wel heel snel bij de hand hebben, mocht het nodig zijn. De t-shirt is cray cray. Hij schijnt door. Ik weet niet, door het wassen of zo is hij steeds doorschijnender geworden. En ja, dit is mijn reisoutfit. Lego to the airport. Dit is trouwens de voedselvoorraad die ik meeneem. Uiteraard de bonen. Ik heb een kilo rambutan gekocht. Het was veel te veel, maar ik dacht, hey, baat het niet, dan schaadt het niet. En ik heb een dorayaki, almond filled dorayaki. Gevuld met amandel, room, custard, weet ik veel wat het is. Ik weet niet, ik zie de dorayakis echt overal door Azië heen. En ik wilde ze elke keer proberen, maar telkens kwam het niet goed uit. En dat ga ik nu dus wel doen. Oké, kom, we gaan de trein halen naar het vliegveld. Release yourself.
Oké. En your bag is directly to Amsterdam. Perfect. Kapunka. OMFG, dat was even een super spannend moment. Maar ik ben door de paspoortcontrole. Ja! Teamsong van vandaag. Ik had een andere in mijn hoofd, maar ik heb nu alweer een paar uurtjes deze in mijn hoofd. En deze is zo toepasselijk op dit moment. Cause it's all about the bass, no trouble. All about the bass, no trouble. All about the bass, no trouble. Sweet. Het probleem was namelijk heel groot geweest als ze me wel hadden geweigerd. Want mijn creditcard en de extra dollars die ik heb, die zitten in mijn backpack. I know, briljant! En ik had nog echt iets maar van 100 baht of zo. Dus ik dacht, yo, adventure, als ik word afgewezen, dan weet ik niet hoe ik dit ga oplossen. But we're gonna fix it. Yo, ik heb op Koh Tao had ik zo'n Buddhist boek gelezen. En dat had me echt best wel veel rust gegeven. Een van de dingen die echt is blijven hangen is, soms gebeuren dingen gewoon. Het heeft niks met jou te maken of whatever. It just happens. Ish happens. En ik dacht echt, als dit gebeurt, dan gebeurt het. Adventure. Maakt niet uit. Maar het is goed gekomen. Het is nu 11:15, dus ja, nog wel een paar uurtjes te killen voordat de vlucht vertrekt om 2:30. Maar het komt goed. Kom, we gaan chillen. Fancy vliegveld hoor, hier op Bangkok. Ik zie Chanel, ik zie Bulgari aan de andere kant. Fancy schmancy Gucci was dat trouwens. Good stuff, kunnen we ons wel mee vermaken. Ik heb even Nivea gekocht en een whitening en firming mask voor in het vliegtuig. Maar Nivea zit dus blijkbaar ook in mijn grote backpack. En mijn huid is nu heel erg droog. En in het vliegtuig gaat dat natuurlijk niet veel beter worden. Dus dit zijn op zich ook wel flight essentials, om het zomaar te zeggen. Kijk wat een belachelijk chille airportstoelen. Ik wil niet zomaar mensen filmen, dus eventjes zo. Kijk hoe relaxed, ik zit er ook in eentje. Look at this, look at this. Dit is briljant. Oh, trouwens, wist je al dat ik Snapchat heb? Door Julia ontdekt. Awesome, mijn gebruikersnaam is Iperkovic. Thank you, you. Oh ja, en door haar kan ik dus ook normaliter uitspreken. Freaking awesome, ik hou ervan om dingen van jullie te leren. Thanks you. OMG, ik dacht dus dat ik echt een super slechte plaats had voor het eerst in mijn leven. Want ik zit altijd goed. Eerlijk is eerlijk. Check wat ik heb. Naast het gangpad. En ook nog eens nooduitgang. Yo. Het enige nadeel is dat je dus je bagage niet, of je handbagage niet bij mag houden. Maar hey. It's lavish, baby. Hey, we zijn geland in Kiev. Kiev. Ik weet niet hoe je het uitspreekt. En we hebben 1.5 uur tot de overstap naar Amsterdam. Wat prima is, dat is net op tijd. 1 uur is meestal te kort, maar 1.5 uur is wel oké. Bye! Oké, ik zit bij de gate. Meer dan genoeg overstaptijd. Super chill, ging echt heel snel. Ik ga deze vlog afsluiten, want het is al vrijdag. Dankjewel dat je tot nu toe bij was. Ik hoop dat je het leuk vindt. En morgen dan natuurlijk de grote thuiskomst. Mocht je al geabonneerd zijn, dan ben je er natuurlijk sowieso bij. Mocht je nog niet geabonneerd zijn en denk je, dat kan ik echt niet missen. Klik dan hier om je te abonneren. En mocht je zoiets hebben van, nee, dit was echt veel te weinig. Ik wil niet verder kijken. Dan kan je hierop klikken voor de vorige aflevering en de afspeellijst van alle tempo-vlogs. Misschien wil je ze helemaal van vooraf aankijken. Dat kan ook. Dankjewel voor het kijken. Tot morgen.